Deze dag van wat er op dit moment leeft bij boeren en ook bij loonwerkers en ook bij mechanisatiebedrijven is. Er zijn nieuwe regels voor driftreducerend spuiten. Wat zijn die regels? Hoe moet ik daarop inspelen? Wat zijn vaak grote investeringen? En wat is verantwoord nu en in de naaste toekomst? En we zijn nu gestart met een onderzoek. Dat hebben we nu dan gedaan hier met fluoriserende vloeistofspuiten. Kijken hoe de bedekking is van het gewas. Zowel in bladrammenas als Japanse haver. Dus een staand gewas en een bladbladeren. Volgend jaar gaan we dat nog een keer doen, maar dan in echt gewas. In uien en andere producten. En we hebben het gedaan met vloeistofgevoelig papier. Wat een boer zelf ook kan doen, van die papiertjes in je gewas hangen. Dan krijg je een heel ander beeld. Want het zijn niet vergelijkbare metingen. En we hebben nog de verdelingsmeting gedaan. Want je ziet met verlaagde spuitboomhoogte, ja, dan heb je daar doppen bij. En dan kan het best zo zijn dat ze niet meer gelijk goede verdeling geven. En je spuit moet uiteindelijk wel goedgekeurd worden om ze te mogen gebruiken. En dan moet je binnen die variatiecoëfficiënt blijven. Dus dat zijn wat aspecten wat voor boeren toch wel belangrijk is. En dat proberen wij ze nu handvaten mee te geven hier op deze demonstratie. En de komende winter ook met presentaties. In juni hebben we dus voor de driftreducerende technieken een nieuwe lijst gekregen. Wat wel heel toevallig is, is trouwens dat vandaag de TCT ook weer vergadert en daar nieuwe technieken nog ter bespreking zijn. Dus de komende maanden gaan er nog weer nieuwe technieken bijkomen of technieken wijzigen. Dus ja, dat is dan toch wel een hele grove wijziging wat nog gaat komen. En dat zal voor veel telers ook beduiden. Dan zeggen ze, ja, hoe moet ik daar weer op inspelen? Want het is niet alleen de driftreducerende techniek die je moet hebben. Nee, je moet weten welke gewassen spuit ik, welke middelen spuit ik daarin, welke eisen worden daaraan gesteld. Hoe precies ben ik zelf als teler? Nou, dat bepaalt welke techniek bij jou past. Nou, en dat moeten ze de komende tijd uitvinden. En dat is toch nog voor veel boeren niet makkelijk blijkbaar wel. Want wat we hier ook zien is dat er heel veel onduidelijkheid is welke doppen passen nou het beste. Want ze moeten op de lijst en ze moeten eigenlijk bij mijn machine passen en bij het middel passen. Nou, en dat is dus blijkbaar wel een puzzel waar veel mensen nog niet goed uitkomen. Vanaf 2020 is het overgangsjaar van de drukregistratievoorziening voorbij. En moet dus elke techniek die werkt met 75, 90 of 95% driftarme doppen of met het AirTag systeem, moet voorzien zijn van een drukregistratievoorziening. Dan wordt dus het laatste uur wordt precies gelogd hoeveel met welke druk je gespoten hebt. En het laatste kwartier kan een controleur dan kijken van heb jij je gehouden aan de voorwaarden om bijvoorbeeld maximaal met 3 bar te spuiten. Heb je dat niet gedaan, dan kunnen ze zeggen ja, maar jij hebt eigenlijk bij 4 bar gespoten, maar het was driftarm bij 3 bar. Dus je hebt niet aan de regels voldaan en dan heb je een probleem. We hebben hier gedemonstreerd nu eigenlijk op de lijst zijn we uitgegaan van de lijst van driftreducerende technieken. En dat begint met driftarme doppen, dus 75, 90, 95% driftarme doppen. Krijgen ze steeds grover, dus steeds grovere druppels. Daarna krijg je de volgende technieken en die zijn dan wat beter, is verlaagde spuitboomhoogte. En dan kun je weer wat fijnere druppeltjes doppen gebruiken, dus dat is de eerste. Maar wil je echt naar hoge reducties, ja, dan kom je toe op systemen als een McGro met magnetiseren van het water of met luchtondersteuning of de wingsprayer. Nou, en dat zijn dan weer de meest effectieve technieken. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het de beste technieken zijn voor jou als teler. Want dat hebben we ook wel gezien. Als je daar geen rekening houdt met de optimale afstelling van de juiste hoeveelheid lucht of de juiste hoogte van de boom, nou, dan ga je daar ook helemaal de fout mee in. Dus we zullen veel meer aandacht moeten hebben, niet de techniek alleen, maar de instelling en de gebruik van de techniek. En dan krijg je pas het goede resultaat. De knelpunten zitten is om dat hele plaatje voor jezelf als bedrijf goed duidelijk te krijgen. Van welke middelen spuit ik, welke gewassen nu en de komende jaren. En als ik een redelijk nieuwe spuit heb, moet ik daar nu op investeren? Ik heb een oude spuit, moet ik daarop investeren? Hoe moet ik nog wachten? Kan ik nog een jaar vooruit doen? Nou, ik doe de driftarme doppen op en voor de rest doe ik het met een dubbele tiltvrije zone. Nou, en dat moeten de boeren nu beslissen, want dat is wel de moeilijkheid. Ik zou eigenlijk telers ook eens aan willen raden van doe het zelf eens. Koop eens een zakje van dat watergevoelig papier. Kijk eens wat mijn spuitresultaat nou is. Dat zou eigenlijk voor veel mensen toch wel eens de ogen openen, denk ik.